In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Het moment van het allerlaatste afscheid is nu aangebroken. Wij zullen zuster Redemptrix, ons Rie, tante Rie, hier achterlaten in het graf, in deze aarde. Zij keert terug tot het stof, waaruit zij eens is opgebouwd. Want uit stof is ons lichaam opgebouwd en tot stof zal het terugkeren. En toch is het met dit leven niet gedaan. En toch geloven wij dat dit leven niet voorbij is, omdat onze God een God van levenden is en niet van doden. Wij geloven dat dit lichaam aan de aarde toevertrouwd, voorbestemd is tot onvergankelijk licht en tot het leven zonder einde. Dit geloof willen wij op dit moment van verdriet, van afscheid, maar ook wellicht van dankbaarheid aanwakkeren. De dood hoeft zich niet te nestelen in ons bestaan. Het licht en het leven die uit God zijn, wekken ons op tot hoopvolle mensen die uitzien naar een nieuwe toekomst. Daarom wil ik nu een eeuwenoud gebed bidden uit Psalm 73. Bij u, ik ben altijd bij u. Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand. Alles zult gij ten goede leiden. Gij voert mij mee in uw raadsbesluit. Wat is de hemel voor mij zonder u? Wat moet ik op aarde als gij niet bestaat? Al wordt mijn lichaam ook afgebroken, al sterft mijn hart. Gij zijt mijn rots, mijn God. De toekomst die op mij wacht. Ver weg van u is het geen leven. Uw ontrouw zijn is niemand zijn. Bij u, mijn hoogste goed, mijn God, bij u ben ik geborgen. Wij willen nu een laatste eer betonen aan dit lichaam, waarin een gelovige liefhebsel dat zij eens heeft ontvangen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met het kruis van de Heer, teken van overwinning op de dood, zegenen wij het lichaam van zuster Redemptrix. Mogen zij delen in de verrijzenis van Christus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht verlicht haar. En mogen alle die hier begraven zijn en alle overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede. Amen. En mogen wij alle met onze herinneringen en emoties, met geloof en vertrouwen afscheid nemen van zuster Redemptrix, ons Rie, tante Rie. En gesterkt heen gaan onder de zegen van God die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Ik weet niet of u de gewoonte hebt om het Maria-lied te zingen. De sterren der zee. O reinste der schepselen, o moeder en maagd, gij die in uw armen het Jezuskind draagt, Maria, aanhoor onze vurige bid, geleid ons door leven, o sterre der zee, o sterre der zee, o sterre der zee, geleid ons door het leven, o sterre der zee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel hartelijk namens de familie bedanken voor uw medeleven,
voor uw aanwezigheid in de kapel in Nijmegen. En dat u zich de moeite hebt genomen om in deze warme weersomstandigheden naar Maastricht bent gekomen. Herstel naar Riekeld om de zuster naar haar laatste rustplaats te begeleiden. Nogmaals, heel hartelijk dank. We besluiten deze plechtigheid zo dadelijk. U kunt langs de baar lopen. U kunt op uw eigen wijze afscheid nemen van de zuster. Dat kunt u doen door het geven van een kruisje. Ik eindig deze plechtigheid met de christelijke groet. Geloof zij Jezus Christus. In alle eeuwigheid. Amen.